have you here. It's great to be here. Oh, great. It's really an honor. And it hasn't been the first time that you're in Holland, right? No. You've been here before? Yes, we've been here plenty of times. Okay. Ik vroeg net aan, het is niet de eerste keer dat jullie in Nederland zijn. Dat klopt, want ze zijn al een paar jaar geleden ook al een keertje geweest. Could you please introduce yourself for the kids of Holland? Sure. I'm Taj. Okay. I'm TJ. Taj, TJ, and? Terrell. And Terrell? Mm-hmm. Terrell. Okay, 3T. That's why 3T, of course. Yes. Okay, well, I have a lot of questions. First of all, these kids, what you see here right now, they are in the 6th and 7th grade. Do you remember how you were at that age at school? I bet you do. Yeah, pretty athletic, and I studied a lot, so. Pretty athletic? Yes. Okay. And I was good with the computers, even back then. Okay, hij was heel goed met computers op de basisschool, weet u nog? And you? Sports, and I was shy also. You were shy? Yes. Were you still shy? A little bit, I'm getting better. Yeah? But I was really shy. Hij is echt heel lief, hij was heel verlegen. En hij zegt, ik ben eigenlijk nog steeds een beetje verlegen, maar het wordt steeds beter. And you? The same, sports and school, reading. Very nice guys. Yeah. Okay, hij was heel veel met sport bezig. En eigenlijk waren ze hele lieve jongetjes op de basisschool. Dus dat valt me eigenlijk reuze mee. So is this like a dream coming true for you guys? Definitely. Definitely. Because since we were really young, we've always wanted to be musicians. And now, you know, we're traveling the world, seeing young kids. And it's just fun. Okay, ik vroeg aan de jongens, is dit een droom die voor jullie uitkomt? En hij zegt, zeker weten, want we droomden er altijd al van om muziek te maken en met kinderen hier te zijn. En we vinden het geweldig en we genieten ervan, dus het is echt een droom die uitkomt. Okay, the kids have a lot of questions for you, but that's later, because for now we are going a little bit dancing and singing. Well, let me ask you first, do you know the program Idols? In Holland we have Idols, and I think in your country it's called American Idols. Yeah. What do you think of the program? We like it a lot. Yeah? Fun to watch. It's fun to watch. It was a big hit in Holland as well. Yeah. Ik vroeg even aan de jongens of zij in Amerika ook het programma Idols kennen. En dat kennen ze. En ze zeggen dat ze dat heel leuk vinden om naar te kijken. Want in Amerika heet het American Idols. En hier in Nederland natuurlijk gewoon Idols. Because this girl that we're gonna dance on right now, her name is Davy. And she was one of the finalists. And well, I would say, dance along. Here is Amazing van Davy! Amazing. En het is natuurlijk ook amazing dat ik hier nog steeds met 3T zit. Geef ze nog even een applaus voor 3T! Are you still having a good time here? Yes, a lot of fun. Okay, good. Because now the fun is really going to start because the kids have a lot of questions for you. Are you ready for them? Yes. Yeah. Alright. Hebben jullie wel eens ruzie? Okay, you have to answer this very fair, okay? You are brothers. Do you fight now and then? And about what? We bicker a lot, which is, you know, verbal fights, but no physical fights. No physical fights. When we were younger, we used to have little fights, but because we'd have a friend come over and play two-on-two in games. So then when the loser would get mad and try to get, you know, so. Natuurlijk vechten ze wel af en toe, maar ze zeggen, het zijn alleen maar woorden. Dus ze schelden af en toe een beetje, weet je wel, zoals wij dat ook doen. Broertjes en zusjes onderling. Maar ze hebben nooit echt op de vuist met elkaar of zo. Dat doen ze absoluut niet. En er komt vaak een vriend bij hun langs en dan spelen ze twee aan twee spelletjes. En degene die verliest is dan altijd heel boos en dan krijg je een beetje zo'n gevecht. Maar altijd wel op een aardige manier. Vinden jullie het erg moeilijk om liedjes te schrijven? You don't understand anything, of course. Is it difficult to write songs because you also write your own songs? We've been doing it since we were little, you know, practicing. So you get better as you keep working on it. So always stay with what you want to do and eventually it'll come easier and easier. Did you learn a lot from your uncle, Michael? Oh, yeah. Yes, definitely. Yes. Our family, you know, we looked up to him, you know, like most kids do. They look up to their father or uncle, so it was the same for us. Ze zeggen, ja, het is wel moeilijk om liedjes te schrijven, maar ze zijn er natuurlijk mee opgegroeid. Ze hebben het altijd al gedaan en ze hebben natuurlijk ook hele goede voorbeelden, zoals bijvoorbeeld Michael Jackson, hun oom. Die heeft ze alles uitgelegd en ze hebben er natuurlijk heel erg gekeken, ze tegen hem op ook, van wauw, ja, die kan dat heel goed. En ze leren daar gewoon heel veel van. En nu gaat het eigenlijk volgens mij vrij makkelijk. Okay, that was it for the questions for right now. There's only one more thing that I'm waiting for, actually. That's your performance. Before you go and do that, I want to say thank you very much. Thank you. Great having you here, and have a lot of good luck with this new single. And could you please announce it yourself? Yes. Okay, go ahead. We're 3T, and this is our first single, Stuck on You. Yeah! Stuck on you. I got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on. Needed a friend, and the way I feel now
till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. Yeah, baby. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Oh, girl, I'm stuck on you. Soul that I just can't lose. Guess I'm on.